Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En vandaag heb ik een van de beste gitaristen van Nederland bij me. Daar ben ik erg trots op. En dan kan ik het maar over één persoon hebben. En dat is Mark Boon. Mark, hey. Welkom. Dankjewel. En nou ja, toen wij hier de studio binnenliepen, was er al best veel herkenning. Want ze kennen Mark Boon onder andere van een heel beroemd nummer. En misschien is het wel leuk om daar eerst over te beginnen. Oké. Okay. Hoe is de historie gegaan? Want nummer 1 hit in Canada, daarmee in Amerika een hoge notering. Nog steeds in de top 2000, Solsalido. Nou, hoe is het ontstaan? Hoe het nummer is ontstaan? Ja, eigenlijk zoals nummers ineens binnenkomen waaien. Ik was gewoon met Robbie Fundering, dat is de andere gitarist, zanger, in ons muziekkamertje een beetje aan het stoeien. En hij zat een beetje op de gitaar te verriemelen. En ik dacht, hé, wat speel je daar? Het was een soort riedeltje. Ik zeg, als ze nou dat nou zo spelen, met die akkoorden erachter. We dachten gelijk van, hé, dit doet ons een beetje aan Steve Miller denken. Oh, Steve Miller, je kent hem. Ja. En toen, we hadden echt een melodie geschreven. Het nummer was in een uur klaar. Je meent het. Ja. En hij ging tevreden naar huis en ging naar beneden achter de typemachine zitten, want die had je toen nog. En die tekst roffelde ik er ook in een half uurtje uit, want ik was de vorige zomer was ik in Sausalito geweest. Dus die hele beleving zat nog in mijn hoofd. En zo is het nummer ontstaan. Het lijkt me leuk om dan even naar een stukje te gaan luisteren. Voor de kijkers op YouTube kan dat helaas niet, want dan zitten we met de rechten. Dus gaan we dadelijk gewoon door vanuit YouTube. Maar voor de kijkers op televisie gaan we even kijken naar Mark Boon. We'll get across the Golden Gate. Nou, tegen de YouTubers zeg ik welkom terug natuurlijk. Een magistraal nummer, maar de historie van jou gaat veel verder terug, want je hebt in Amerika geleefd. Kun je in een korte notendop eens uitleggen wat je allemaal hebt meegemaakt in het begin van je carrière? In het begin van mijn carrière? Nou, mijn carrière begon nogal vroeg, op mijn 6-jarige leeftijd. Ik ben dus een Indo, dat kan je wel zien. En we werden dus met alle andere Indo's uit Indonesië weggeschopt toen Indonesië onafhankelijk werd. En in Nederland gekomen is mijn vader een beetje een voortrekkersrol gaan spelen om al de spijt op tante te helpen. Dat waren dus mensen die dus in tweede instantie dachten, laten we toch maar naar Nederland teruggaan. Ja. Toen hebben wij dus een benefiet georganiseerd. Dus dat benefiet gebeuren zit in mijn DNA. En daar trad ik als 6-jarige op de Eerste Rij Koningin Juliana, Willem Drees senior en Marga Klompé. En ik deed een Elvis Presley imitatie. Van welk nummer? Tutti Frutti. Halverwege viel ik van mijn stoel af en ik klauterde weer op. Ik kreeg spontaan staande ovatie. Ik dacht zo, dus zo werkt dat in de showbusiness. En sindsdien ook nooit meer plankenkoorts eigenlijk. Nee. En toen emigreerden we naar Amerika en daar kwam een soort door-to-door salesman langs de deur met een elektrische gitaar en een versterker. En zei mijn vader, doe maar. En toen zag ik de Beatles op de Ed Sullivan Show. En toen wist ik meteen van nou, dat... Ja, dus dan hebben we het over 1963? 1963. 9 februari 1960. Ja. En voor velen met mij ook de aanleiding om muzikant te willen worden. Recentelijk is dat opnieuw uitgebracht op een dvd-vorm, of in ieder geval op video. De uitzending? Ja, van Ed Sullivan, een documentaire over geweest. Een historische dag en ik was daarbij, heerlijk. Ja, ja en jij leefde toen in Amerika. Ja. Dus je hebt eigenlijk die hele upcoming... popmuziek heb je eigenlijk gewoon letterlijk meegemaakt. Ja, de British Invasion dan. Hè? Dus Amerika had natuurlijk een enorme pophistorie met Elvis en Little Richard. En dat is eigenlijk via een omweg, via Engeland, kwam dat weer terug in Amerika. En wij waren toen eigenlijk nog een maand lang in de rouw om de dood van Kennedy. Want dat heb ik natuurlijk ook... Ja. Ik zat op school toen dat gebeurde en we waren eigenlijk allemaal behoorlijk neergeslagen. En toen op het Ed Sullivan kwamen er ineens die vier Clindy Clowns van de letter kwamen daar. En iedereen was happy en het was zo'n groundbreaking experience. Dus dacht ik, nou moet ik muzikant worden. En het duurde even voordat... Toen emigreerden we terug naar Nederland. Hebben we het nu over... In 1967 gingen we terug naar Nederland. Ja. En heb ik in een lokale bandjes gespeeld. En toen kwam ik uiteindelijk in militaire dienst terecht. Ik dacht, oh mijn god.
Muziekkapel. Ik kreeg daar wel een gitaar van. Welzijnzorg heette dat nog. Dus mochten in de kantine een beetje spelen zo. En die gasten zeiden allemaal, joh, toch op met die flauwekul met die muziek. Ik zei, wacht maar, volgend jaar sta ik in de top 10. En verdomd zich. Het volgende jaar na dienst zwaaide ik af. En toen ontdekte ik dat bandje in Den Haag, dat heette Smile. En daarmee hadden we meteen twee top 10 hits. En dan rol je zo in die muziekbusiness en dan kom je er niet meer uit. Nee, nou ja, en uiteindelijk ben je terechtgekomen in Diesel. Ja, via via. Met Smile hield ik op. En mijn beoogde opvolger was Robbie Funderink. En toen dachten we van, ja, we kunnen wel beter zelf een bandje beginnen. Dus dat was een beetje de voorloper van Diesel, zeg ja. maar. En hoe was dat in die periode dat je zeg maar ja, twee top 10 hits had? Maar dat eigenlijk je droom ook meteen werkelijkheid werd. Hoe ging je daarmee om? Ja, daar sta je eigenlijk niet zo bij stil. Het is gewoon, je wilt gewoon muziek maken. Je toert door het hele land heen. Heel veel in Brabant gespeeld trouwens. daar gaat het eigenlijk om. Ik ging dan zondag altijd voetballen. En dan kwam de manager altijd langs in zijn auto en zei, hey, jongens, we zijn met een paar plaatjes gestegen op die top 10. Wij dachten, rot toch, man, we willen voetballen. Dus op die leeftijd heeft muziek eigenlijk alleen maar, is alleen maar lol. Ja. Gewoon, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk vanuit het lol maken en met elkaar en musiceren ben je in Smile gekomen. Uiteindelijk is Diesel in de spotlight gekomen. Ja. Hoe was dat om toen zeg maar een hit te hebben met Diesel in Canada? Nummer 1. Ja, in Canada en Amerika. We hebben dus toen een enorme tour gemaakt door Noord-Amerika, 26 staten van Amerika en ook nog een paar optredens in Canada. Ja, en dan ben je terug in je, voor mij dan, ik ben terug in mijn homeland als het ware. En dat is natuurlijk geweldig om door Amerika te toeren, elke dag een andere staat. En optreden, af en toe in een of ander tentje een hamburger gaan halen. En anders komt jouw liedje uit die jukebox. Weet je. Ja, dat is gewoon. Ja, daar doe je het eigenlijk voor. Dat is fantastisch gewoon. Ja. Ja. En nu is het. Er gaan natuurlijk heel veel verhalen over. Wat nou zeg maar het ontstaan is geweest van de popmuziek. En waar het een explosie heeft genomen in crescendo. Zeg maar om het op een andere manier te zeggen. Beatles kwamen in Amerika. Maar daar rondomheen. Had je natuurlijk de Stones, je had Dylan, je had Hendrix. Hoe was die verhouding in Amerika toen? Hendrix kwam natuurlijk wat later. Amerika, toen ik daar net zat, was het voornamelijk Beach Boys, Jan en Dean, The Ventures, de hele surf. Bobby V had je, Bobby Darin, dat was allemaal een beetje braaf eigenlijk als het ware. En toen kwamen we ineens naar de Beatles, dat was toen al vrij wild. Maar ja, toen de volgende week op Ed Sullivan kwamen de Stones, dacht ik, jezus. Dat je ongeregeld is dat, zeg. Maar dat was inderdaad, ja, de Kinks natuurlijk. Ja, dus de Who, vervormde gitaren en dat soort dingen. Ja. En dat, ja, ik was natuurlijk wel een aanhanger van de Beatles vanwege de enorme melodische waarde. Maar dat onderbuikgevoel van de Stones is natuurlijk ook geweldig. Ja. Ja, nu is het zo dat wij natuurlijk vooraf, we kennen elkaar al heel wat jaartjes. Maar we hebben samen ook een beetje een voorliefde voor George Harrison. Ja. Als je het dan over de Beatles hebt. Ja, dat is toch iets gevoelsmatig. Ik zag ze op Ed Sullivan en mijn ogen gingen onmiddellijk naar George Harrison. Misschien omdat hij de solo-gitarist was. Ja, ja. En hij speelde ook op een Gretsch-gitaar. Ja. Waar mijn grote idool Chet Atkins ook op speelde. Oh, ja, dus, Chet Atkins, ja. Ja, en de aanvullende rol die hij had binnen de Beatles met smaakvolle solootjes en dat soort dingen. Dacht, ja, dat, als ik ooit een Beatle word, dan word ik George Harrison. Ja, nou ja, uiteindelijk heeft George Harrison, want we hebben samen ook een beetje een voorliefde voor Bob Dylan. Die hebben samen nog in de Traveling Wilburys gezeten. Ja, ken je dat nog met Roy Orbison? Dat ken ik zeker, ja. Het is heel, heel grappig eigenlijk, ja. zo'n samen zijn van eigenlijk hetzelfde soort mensen eigenlijk wel. Ja. Beetje ik wil niet zeggen braaf is een groot woord, maar het waren gewoon hele sympathieke, en de muziek was ook vrij sympathiek. En Orbison was natuurlijk vocaal gezien. Fantastisch goed. Ja, ook zo'n legende, hè? Want dat noem je inderdaad, dat was een van die dingen die toen ook de enige die een beetje het hoofd kon bieden aan die Britse invasie was Roy Orbison met zijn Pretty Woman, hè? Ja, ja. Met die wereldriff natuurlijk, hè? Daar werd het begrip riff uitgevonden. Gewoon, ja. Ja, dat hebben we in Soslieden ook gedaan. Hè? Dat daar wil ik even naartoe. Ja. Dat gedeelte, en correct me if I'm wrong, maar die regisseur, Stephen King, ja. Die heeft daar iets over geschreven. Stephen King heeft in zijn boek It, heeft hij een passage waarin Saucelito Summer Night in een conversatie opduikt. En ja, ik,
Nou, dat wisten wij natuurlijk helemaal, want ik werd op een gegeven moment gebeld door een Engelse vriend van mij. Die zei van, Mark, I'm reading this book. En look where I read. Ja, dat is toch heel leuk om je liedje in de, bij Stephen King. Dat is niet normaal. Ja. En dat allemaal terwijl je in Nederland andere hits hebt gehad. Ja, nou kijk, Sausalito was eigenlijk van onze hits de minste hit. Dat was één weekje op plaats 38 of zo en toen weer de hitparade uit. Dus we hadden eigenlijk de moed al opgegeven terwijl we zelf echt totaal overtuigd waren van het nummer. Maar dat is ook via een ongelofelijke omweg is dat in Amerika terechtgekomen. De factor geluk is werkelijk gigantisch geweest. En kwaliteit. Nou, uiteindelijk moet het, ik bedoel, zonder geluk kan je het met kwaliteit ook shaken. Ja. Ja, maar goed, je hoort aan het hele nummer zelf, dat het muzikaal natuurlijk gewoon hartstikke goed in elkaar zit. En ik denk dat daar ook die begeistering van kwam van het publiek zelf. Nou, het is een highway hit. Hè? Het gaat over een autootje. Ja. En ik heb bewust dan is het niet gekozen voor een Chevy of een Ford, maar over een Rambler. Ja. Dat is zo ongeveer het slechtste autootje wat ooit in Amerika is gemaakt. dat is natuurlijk iets wat in Amerika ook al aanspreekt. En ik heb er heel veel in de teksten dingen verdisconteerd als let's have a burger and a root beer. Ja. Dus Amerikanen die hebben dan gelijk zitten om in zijn auto te stappen. Ja. Al is het dan geen Rambler. En dan en dan die trip te maken, weet je wel. Ja. Dat is heel belangrijk. In die beeldvorming hadden ze dan dat beeld ook natuurlijk meteen. Ja, de auto is in Amerika natuurlijk heilig. Ja. En je komt er ook nergens zonder auto. Je komt er niet eens bij de dichtstbijzijnde eisen zoals salon, bij wijze van spreken, omdat de afstanden zo groot zijn. Ja. Dus daar speelt zich, ja. En als je dan, je hoort die cadans in dat nummer, dat is heel belangrijk. Ja. Nu is het zo dat jij ook weer toert met Diesel, of in ieder geval, jullie zijn weer samen? Ja, we kregen 2 jaar geleden kwam bij Robbie Vundering, kwam dan op Facebook een berichtje binnen van iemand uit Canada. Die zei, hey, hebben jullie geen zin om hier in Canada weer te gaan toeren? Want het nummer wordt nog zo vaak gedraaid en er is nog steeds belangstelling. En je hebt in Canada natuurlijk net als in Nederland ook zo'n, wat ik dan het scootmobiele circuit noem. Van oude legendes die dan nog één keer ten strijde trekken. Het Johan Derksen idee hier in Nederland. Ja, precies. Ja. Ja. Dus wij dachten, nou weet je wat, dan laten we die groep dan maar hervormeren. Maar dat wordt natuurlijk moeilijk als 50% van de groep inmiddels overleden is. Ja. Gelukkig zijn Robbie en ik waren de main songwriters. En we hebben dus gewoon wat in onze leeftijdscategorie, wat mensen bij elkaar gezocht. En dat klikt wonderwel. Vorig jaar hebben we een kort tourneetje gedaan in Nederland. Met als afsluiting een heel leuk optreden op Night in the Park. Ja. Paul Young en Level 42. En dat was heel erg leuk. Ja, ja, dus daar hebben we namelijk een klein stukje van. Dus daar gaan we eventjes naar kijken. En vervolgens moet ik weer tegen de YouTubers zeggen natuurlijk, kan het niet laten zien. Maar we gaan zo dadelijk door. Maar we gaan even voor de televisiekijkers daar eens even kijken naar dat optreden. Oké. Mooi. En dan met grote coryfeeën, wat je net zegt, op het podium. Superleuk. Maar wat nog leuker is dat je hier in Den Bosch 25 maart bent te zien. Want je gaat mij weer helpen in voor het Benefietconcert voor Stichting Leergeld. Ik kan geen nee zeggen. Ja, dat weet je, hè? En tegen jou helemaal niet natuurlijk. Nou, maar echt, dat vind ik super fijn. En kijk, het leuke is 25 maart het Kids Support Benefietconcert voor Stichting Leergeld. 3500 kinderen die onder de armoedsgrens leven hier in Den Bosch. Nou, daar zetten wij ons voor in. Ja. En ik vind het een grote eer dat je weer bij ons aansluit. Nou, geweldig. Met het Benefietconcert. We hebben een beetje de setlist door. Zitten er een paar liedjes bij waarvan je zegt, nou, daar kijk ik naar uit om lekker te soleren? Nou, ik speel overal wel ongevraagd tussendoor, dus dat zit wel heel... Maar even kijken. Nou, je had het over Déjà Vu. Ja. Teach Your Children. Ja. Ja. Ja, daar zit natuurlijk een hele mooie steelgitaar solo. Ja. En dat is van oudsher een beetje mijn specialiteit om op een gitaar een steelgitaar te imiteren. Dus dat laat ik me geen twee keer zeggen.
Ja, nou ja, en, het is natuurlijk fantastisch om, dat, om daarbij aanwezig te zijn. En wij hebben, ik geloof dat het Linda Pelders zingt Love the One You With. De beste zangeres van Nederland. Hopsakee. Ja. Ja, ik mag daar nooit zeggen van, maar bij deze. Dus daar kunnen we ook nog... maar goed, ik vreug me in ieder geval enorm op. Ik vind het super fijn dat je bent geweest. Dank je wel voor de komst. Bedankt. Ik ga je zien. Zeker. Tegen de kijkers zeg ik hartelijk dank voor het kijken naar deze editie van In Gesprek Met. Vandaag was mijn gast, beste gitarist van Nederland, Mark Boon. Nogmaals, hij is te zien 25 maart in Muzerijen vanaf 14:00, oftewel 2:00. Dus kom zeker kijken. Ik zie je volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Graag tot dan.